Yeshua. Nee, nee, toch? En dit is mijn leven, dus ik moet. Oké, dames en heren, als het goed is, ik ga onze aanwezigen hier vragen om de aandacht te schenken aan de sjoer. Even kijken, hoor, nog één iemand. Ga je hem nog naar binnen? Nou, het is fijn om te zien dat we een behoorlijke opkomst hebben, ondanks opkomst hier aanwezig en via Zoom, ondanks dat het kort voor Pesach is en het druk wordt. We gaan vandaag deel 3 van Mishnah, van hoofdstuk 6 Mishnah 2 doen. We gaan kijken hoe het loopt. Ik heb ga proberen om deze Mishnah vandaag af te ronden. Misschien zijn we zelfs ietsje eerder klaar. En we gaan kijken hoe lang het wordt. En we gaan niet een nieuwe Mishnah beginnen. Dus het wordt het laatste deel van hoofdstuk van Mishnah 2, hoofdstuk 6. Voor degenen die er vorige keer niet bij waren, of er je er wel bij was, nog even terug in herinnering brengen wat we hier geleerd hebben. Het was de Mishnah waar Rabbi Yehoshua ben Levi ons vertelde. We gaan gelijk naar de Ivrit. Dagelijks gaat een goddelijke stem uit van de berg Goreef, die luid uitroept: wee de schepselen om de veronachtzaming van de Torah. Want ieder die zich niet met Torah bezighoudt, heet een verstotene, zoals gezegd is, een gouden ring in de neus van een zwijn en een mooie vrouw met een slechte inborst. Dat is deel 1 van de Mishnah. We zullen alleen het eerste deel daarvan samenvatten. Volgens mij heb ik hier iets te veel geluid van jullie. Ik weet niet, staat iets aan daar? Dus wee wordt er omgeroepen voor de schepselen, voor de veronachtzaming van de Torah. Dus als men geen Torah bestudeert, of als men het misschien wel bestudeert, maar niet voldoende, of ook als men het bestudeert, maar niet met de juiste intentie, of zelfs de Torah voor andere doelen gebruikt, of zelfs omgekeerd dan waar het voor bedoeld is, hebben we eerdere keren bij stilgestaan. Dat is deel 1 van de Mishnah. Dan neem ik even het scherm iets omhoog. Hadden we deel 2 ook eens er gezegd. De tafelen waren een goddelijk werk en het schrift een goddelijk schrift. Dat bedoelde dus op de stenen tafelen. Gegrift op de tafelen. Het woordje gegrift is garoet. Hier vatte men het woord garoet op alsof het geroet luidde. En geroet betekent vrijheid. Want alleen hij is vrij die zich met beoefening van de Torah bezighoudt. Dus Torah. Letterlijk staat geschreven garoet. Het is gegrift. Dat kunnen we ook lezen als geroet, vrijheid. Dus bezighouden met Torah brengt ons juist vrijheid. Dat was deel 2. En dan deel 3. Niet alleen dat. Het brengt ons, het verheft ons. Ieder die zich met de beoefening van Torah bezighoudt, vindt de ware verheffing. Zoals gezegd, van Matana, hier vertalen we, van het geschenk naar Nachaliel, naar een erfdeel, dus het geschenk van de Torah, dat maken we ons erfdeel. En van Nachaliel naar Bamot, en Bamot betekent verheffing, verhoging. Oké, dat was dus even de Mishnah, kort samengevat. Dus een spirituele verheffing, hè? Zeker een spirituele verheffing. Dan gaan we een ander plaatje laten zien. Even kijken, share weer, ja, wel goed doen.
En mijn excuus voor degene die het ivriet niet machtig zijn. Het is mij niet gelukt om, of geen tijd, voldoende tijd gehad om ook Nederlands vertaling bij te noteren. Maar ik wil hier een aantal dingen, ik zal het wel vertalen naar het Nederlands. Voor onze aanwezigen hier. Dat zijn weer voordelen. Ja, krijg je ook een fysiek blad. En excuus voor op verzoek nog even te vermelden. Ik vergeten voor Rouvoir Slima, voor Makhlouf Ben Masouda, Mine Bat Fortuin, Miriam Bat Mine en Ilui Nishmat. Ten nagedachtenis aan Marat Rachel Bat Rabbi Abraham. Aantal dingen die we, punten van opmerking of aandacht van deze Mishnah. Allereerst, hier staat Gorev. En Gorev is de berg Sinai. En de vraag dus, die hebben we eerder behandeld, maar vandaag niet uitgebreid of niet bij stilstaan, waarom het de berg Gorev wordt genoemd en niet de berg Sinai. Andere punten waar we bij stil hebben gestaan, maar die opnieuw vandaag aandacht aan zullen schenken, dat is, er staat hier Sheosek Betalmud Torah. Degene die zich bezighouden, Osek betekent bezighouden. En de vraag is, waarom staat er niet een ieder Shelomet Torah, die Torah leert? We hebben het toch normaal over Torah studie, en niet over een bezigheid. Verder, in het einde van de Mishnah staat dat ieder die zich bezighoudt met Torah, die uiteindelijk brengt dat tot verheffing. Daar staat Vegol Mishe Osek. Vegol, een ieder. Er had ook kunnen staan, een wat kortere versie, Umishe Osek. En diegene. Als en diegene die zich met Torah bezighoudt, dat brengt uiteindelijk verheffing, dan dekt dat de lading. Het woordje Vegol, dat is zeg een soort nadruk. En ieder. Niet al, dus dan gaan we straks terugkomen, waarom staat het in de vorm van Vegol en niet Umi. En diegene, want zegt diegene, gaat het ook over iedereen. Dus een ieder is, zegt mee, mogelijk nog iets meer dan dat. Verder hadden we hier Garut en Gerut. Garut is dus gegrift. Dus de 10 geboden waren gegrift in de stenen tafelen. En we lezen dus Gerut. En Gerut betekent vrijheid. Dus alleen de klinker verandert. Het woord blijft hetzelfde. Dus de letters blijven hetzelfde. En zoals we vaker hebben behandeld, dat onze geleerden die ruimte hebben gekregen volgens onze traditie om klinkers aan te passen, om een dubbele betekenis, meerdere betekenissen te kunnen vinden in één en hetzelfde woord. Tot slot, een punt voor aandacht vanavond is, in die zin die gebracht wordt dat Torah tot verheffing brengt, daar lazen we Mimidbar Matana. Van de Midbar, de woestijn, Matana, hebben we het geschenk gekregen, de Torah, en dan ging het verder. Matana Nagaliel, het geschenk tot erfdeel, en erfdeel Bamot, tot verheffing. Nou is de vraag aan jullie, hebben we de Torah van de woestijn ontvangen? Mi Midbar? Ik zou de voorkeur hebben om te schrijven, Me Hashem, Matana. Van God hebben we de Torah als geschenk gekregen. Of als je toch de locatie wil aanwijzen waar we dat gekregen hebben. Heel goed. Inderdaad. Mi Sinai Matana. En hier zien we. De Mishnah zegt Mi Midbar. Nou, dat zijn punten waar we bij stil willen staan. Want zoals we zullen zien, dat er is een diepere betekenis of een reden waarom gekozen is door de Tana van de Braita. Zoals hier gekozen is. Ik ga beginnen met. Dus het rijtje hier is niet op volgorde per se hoe we het gaan behandelen. Beginnende voor nu bovenaan het tweede rijtje, Sheosek Batalmud Torah. En wat hebben we gezegd? Ieder die zich bezighoudt met Torah. En in het begin werd er gezegd, Shekol Mishe Eno Osek Batorah. Wie zich niet bezighoudt. Dus in plaats van het woord te gebruiken lomet, zien we het woordje osek. En het punt wat we, dacht ik, in de eerste shiur kort hebben aangekaart, maar we zullen de eerste shiur dit deel van de Mishnah, is het woordje osek wil zeggen de manier waarop Torah geleerd kan worden, of Torah bestudeerd zou moeten worden.
Als er uitsluitend had gestaan shalom, of als er had gestaan shalomet, wie Torah leert, nou, dan zou je zeggen, dekt de lading. Nee, dat dekt de lading niet. Want leren, studeren is nog niet voldoende. Er is een manier hoe we iets studeren. En het woordje osek, bezighouden, osek, ik zei net bezighouden, want zo is de letterlijke vertaling, maar het komt van het woordje esek. En esek is, wie hier heeft een zaak, een bal esek, een zakenman. Ja, Lior is zelfstandig ondernemer, toch? Ook, ja, en heeft een esek. Dus iemand die een zaak heeft, heeft een esek, is een baal esek, is een zakenman. Nou, een zakenman is per definitie ondernemend. Lior zegt hier, nou, als een zakenman niet ondernemend is, dan is de vraag hoe goed gaat het met de zaak, toch? Oké, Lior is het niet helemaal eens per definitie, maar ik zal het dan anders beschrijven, is vaak ondernemend. Het is vaak belangrijk om ondernemend te zijn om goede zaken te kunnen doen. Want men moet actief zijn. Als een zakenman een zaak opent, een winkeltje opent en dan wacht tot de klanten komen, is de kans groot dat hij snel zal sluiten. Hij zal actief moeten zijn om klanten te werven door middel van reclame, advertenties, andere manieren om het product op een bepaalde manier te verkopen, onder de aandacht te brengen. Dus je moet naar de ander toe gaan. Als iemand zaken doet en gewoon blijft wachten, dan is de kans groot dat hij snel de zaak zal moeten sluiten. Als het gaat over Torah, een van de verklaringen. Als ik voor mijzelf Torah leer, in de vier muren van mijn huis, van mijn woning, dan heb ik nog niet voldaan aan de plicht, aan de opdracht. Want we hebben allemaal een verantwoordelijkheid om actief te zijn, om ook naar buiten te gaan, om anderen op te zoeken en het met anderen te delen. Dus dat is een van de verklaringen waarom het woordje osek wordt gebruikt, om het te delen met anderen. Dat is punt 1. Punt 2 is, ik zal ook zelf misschien buiten de muren van mijn huis moeten gaan. Net zoals een zakenman. En we lezen het in de Torah wanneer Jacob zijn zoon zegent, Yisachar en Zevulun. En Yisachar was zakenman. En Yisachar was Torah-studie en Zevulun was zakenman. Ze hadden een deal gemaakt met elkaar. Dus dat de beloning van God gedeeld zou worden. En dan de bracha, die wordt gegeven. Smach Zevulun betzetecha. Wees blij, betzetecha, met naar buiten gaan, met de vaart. Want het was vaak dus met de boot naar een ander land, naar een andere plaats te gaan om daar het product te verkopen. Dat wil zeggen, het is niet alleen actief naar de andere persoon, maar het is ook geografisch. Je moet je verplaatsen, je moet ergens naartoe gaan vaak om iets te verkopen. Maar vandaag de dag is het natuurlijk wat makkelijker geworden dan vroeger, want je kan het via postbedrijven en waarschijnlijk tegenwoordig zelfs drones en op andere manieren kan je het versturen. Maar dan is er toch nog steeds iemand die daar naartoe moet gaan. Een ander zal zich moeten verplaatsen. Nou, ook als het gaat om Torah-studie, is het niet voldoende dat, nou, ik leer wat in mijn omgeving te bieden is, of ik kom ergens, ik woon ergens in een plaats waar er weinig is. Zeker als we teruggaan voordat Zoom bestond, voordat internet bestond, voordat we van alles nog konden om Torah te bestuderen digitaal. Nou, als iemand dan zou zeggen, nou, dit is wat ik heb, dit is het boek wat ik in mijn dorpje heb, en dit is wat ik kan volgen, nou, dan voldoe ik aan Torah-studie. Nee, ik moet op stap gaan om te leren. Als ik het niet voldoende heb van waar ik nu ben, moet ik op stap gaan. Praktisch, als me gaat studeren, als de jongens naar de yeshiva gaan. Nou, er zijn veel landen waar er niet een yeshiva is, of niet een geschikte yeshiva voor betreffende persoon. Dan ga je op reis, dan ga je ergens anders naartoe, om daar de Torah als het ware te vinden. Zoals die Baal Esek, zoals de zakenman, die niet op één plaats blijft. En nou, wat ik hier heb, nou, dat is het. En als ik het heb, wat ik kan vinden, dat is het. Ik zeg het verkeerd. Als een Baal Esek dat zou doen, dan zou die niet ver komen.
ook zo dus, als het gaat over Torah-studie, het is het zien als een essay, als een zaak en ook zich te verplaatsen. En ook heel praktisch, hoeft niet zo heel ver te zijn, naar een shiur te gaan. Het is belangrijk om ook samen te leren. En op hoe goed, en als ook zelfs vandaag dat we digitale mogelijkheden hebben, en dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we het kunnen zoals we het nu doen ook, zowel dat ook het digitaal te volgen is, maar het leren in aanwezigheid met elkaar, nou gavruta is één op één, want de vorm van een shiur heeft een toegevoegde waarde. Dus al zit men thuis, maar heb ik de mogelijkheid om er actief ook naar een shiur te gaan? Nou, ook dat is de baal essek. Tot slot, als we nog een stapje verder gaan. Mag ik nog wat vragen? Ja, zeker. Jij ja, bent ook aanwezig, dus zeker mag je vragen. Ik heb vragen staan. Maar moet je dat dan in Torah delen? Mag je de Torah delen ook met niet-Joden? Mag je de Torah delen met niet-Joden? Nou, de vraag is, mag je Torah delen met niet-Joden? Ik ga terug naar het eerste punt. Op zich is het Torah de totaliteit te geven voor het Joodschap. Er zijn zeker elementen, delen, die voor de gehele wereldbevolking van belang zijn. Daar is het antwoord op ja. Op zich, Torah zijn totaliteit is voor Am Yisrael, voor het Joodschap. Maar weet je welke delen wel? Ja, oké, dat gaan we niet in deze shiur behandelen. Dan, die vraag kan je wel erbij stellen. En een baal essek, een zakenman of vrouw, het gaat om winst. Toch? Natuurlijk allemaal maatschappelijk en sociaal betrokken, noem maar op. Humanistisch. Wat zeg je? Humanisme. Maar als er geen winst in de zaak is, als het geen winst opbrengt, ja, dan is het einde oefening. Ja. Zo zien we ook Torah. Torah is om tussen aanhalingstekens winst te brengen. Dan gaat het niet alleen over wat het mij brengt, dat het mij een beter mens maakt. Nee, maar ook de wereld waar wij in leven. Het sluit aan wat Leo net vraagt. Is het alleen voor het Joods volk of ook daarbuiten? De Torah, we hebben vaker bij stilgestaan, geeft een boodschap aan de mensheid. En de Torah, wij geloven dat de wereld geschapen is door God. Als ja, een jungle. En aan ons de taak is, le ofda ou le shomra, om die wereld een betere wereld te maken. En die verkeerde krachten, die kwade krachten, te verwijderen. En datgene wat potentieel mooi en goed is, om dat op te bouwen, te ontwikkelen. Net zoals een tuin. Lior, jij hebt heel veel met groenten en fruit en bouwt groenten. Ik ben er helemaal mee bezig. Ja, ik weet niet of ik juist de woord gebruikte, maar. Dus moestuinieren. Wat zei je? Moestuinieren. Moestuinieren, dat was het. Ik ben het thema moes. Ja, moestuinieren. Oké, okay. Dus om dat een mooie tuin van te maken, is die wereld een mooie wereld te maken. En het is de boodschap van de Torah. En het is het leven naar de regels, naar de opdrachten. Van de Torah, die dat doen. We geloven dat de kracht, praktisch het leven naar de rechts van de Torah, en de spirituele kracht die daarin zit, die maakt die wereld een mooiere wereld. Ja. A, moet ik daarin geloven. En B, moet ik, zoals net gezegd, als ik de Torah met anderen deel. Als ik het voor mezelf niet alleen als een studie gebruik, mooi intellectueel iets, maar als ik het niet naleef, dan word ik nog geen beter mens. Dan is de mensen om mij heen worden ook door mij niet een beter persoon. Dat sluit ook nog even aan bij de Har Gorev. We stelden de vraag, waarom wordt het genoemd Har, niet Sinai? Wat toch bekend is, de naam die gebruikt wordt, het berg waar de Torah gegeven wordt. Maar als het gaat om die essek, die winst is ook om het kwaad te verdrijven. Het ruach hatuma avir min haaretz. Het kwaad te verwijderen van de aardbodem. Dat zou uiteindelijk volledig tot zijn gebeurende tijd van de Mashiach. Gorev als een zwaard. Want dat zwaard zal het kwaad doen verwijderen.
En daarom wordt hier, als het gaat over die essek, die winst, daar zit natuurlijk een positieve winst in de zin, maar ook het negatieve te doen verwijderen. En dat is het goref, het zwaard, wat hier vermeld wordt. Dus dat is eventjes het, of stilstaan bij deze, bij de punten van het essek en niet alleen, niet lomet Torah, en ook even kort terug refererend aan vermeldend het goref en niet Sinai. Goed. Gaan we naar het volgende punt. Wat hebben we gezegd in de tekst hier? We hebben de stenen tafelen, de lugot. En het was ingegraveerd. De tekst, de woorden. Dat heet garoet. Maar lees niet alleen garoet. Lees ook. Lees geroet. Dus wat staat er feitelijk? De Torah brengt ons vrijheid. Oké. Okay. Ook eerder dacht ik al kort bij stilgestaan, vorige week of de week daarvoor, maar we gaan hier wat uitgebreider op. Hoe moeten we dat zien? Brengt de Torah vrijheid? Of brengt de Torah last? En verplichtingen? Zonder Torah ben ik vrij om te doen wat ik wil, mits ik de regels van het land volg, ben ik vrij. Vaak wordt ook gezegd, iemand is vroom of is iemand vrij? Een hele verkeerde uit, maar zo wordt dat genoemd in de volksmond. Je bent vrij. Als iemand niet leeft naar de regels van de Torah, dan is iemand vrij. Ik zeg hier het omgekeerde, maar eigenlijk is dat wel zo. Is Torah, ik kan zeggen, het brengt misschien diepgang, het brengt mooie dingen, maar brengt het ook echt vrijheid met zich mee? Brengt het niet juist heel veel beperkingen met zich mee? De vraag is toch niet zo moeilijk te begrijpen, de vraag. Ik zie een grote glimlach hier. Dat is eigenlijk beperkingen. Ja, er wordt bevestigend gereageerd op de vraag. Oké, okay. Is er iemand die wellicht een antwoord wil geven op deze vraag? Ik wil het proberen. Lior? Als je bezighoudt met Torah, dan heeft het kwaad, dus ziet de achterwijk minder invloed. Lior zegt, als je bezig bent met Torah, dan heeft het kwade... Dus ik zal even een makkelijkere vertaling gebruiken. De Yetzer Hara, de neiging tot kwaad, heeft minder invloed op jou. En dat brengt dus innerlijke vrijheid. Ja. Oké, okay, dat is een opstapje naar inderdaad wat, het punt wat we willen behandelen, maar willen van een aantal invalshoeken behandelen. De vraag is doen wat ik wil, is dat vrijheid of niet? We hebben dat in een van de eerste hoofdstukken behandeld. Ja, wie is sterk? En wat stond daar? Hakovesh het iets zo. Wie is sterk? Degene die zijn neiging beheerst. We zeggen nou sterk, ik heb fysieke kracht. Nee, jezelf beheersen is juist sterk zijn. Dus als we spreken over vrijheid, betekent het gaat vanuit een aantal punten, maar de basis is, vrijheid betekent innerlijke vrijheid. Als ik sterk ben en niet naar verkeerde invloeden luister, als ik niet de verkeerde neigingen de baas laat zijn, dus niet vrij laat lopen als het ware, dan ben ik juist sterk en dan brengt dat innerlijke vrijheid met zich mee. Ook heel praktisch, ja. Neem bijvoorbeeld, als er weinig regels zijn, brengt juist, wat zeg je? Chaos. Mario zegt, chaos brengt het met zich mee. Oké. Klopt, maar het brengt ook een bepaalde, een hele grote sociale druk met zich mee. Kijk maar naar als het gaat over de jongeren vandaag. Dus een wereld die steeds meer of minder zeg maar, regels heeft vanuit religie. Ik hoorde vorige week, geloof ik, dat voor het eerst in Nederland minder dan 50% van de bevolking zichzelf religieus noemt. Volgens mij was dat al lang zo. Als je gewoon het feitelijke gedrag is veel lager dan dat, maar tenminste zich religieus identificeert. Minder dan 50% van Nederland. Maar hoe minder regels, en zeker als het gaat over regels van norm, waarde, hoe we naar het leven zouden moeten kijken, brengt een steeds grotere sociale druk. Want als minder is vastgelegd wat wel en wat niet kan, en wat wel en wat niet juist is,
is de druk om te doen als de buurman of de buurvrouw, of als de andere leerlingen, de medeleerlingen op school, wordt steeds groter. Dus hoe meer ruimte er gegeven wordt, hoe meer, des te meer, het hoeft niet voor ieder persoon zo te zijn, maar over een grote lijn, des te meer innerlijk zich niet happy voelen. Innerlijk van binnen onder druk te staan, sociale druk. Maar hebben we regels? En natuurlijk staat voor ons, is het basis is wel dat wij ervan overtuigd zijn dat die regels door God aan ons gegeven zijn. Is dat niet? Want anders zeggen we, nou, een mens kan een set regels maken. Maar goed, brengt dat dan natuurlijk ook dan, als er heel veel regels zijn, kan ik minder doen, heb ik minder sociale druk. Maar als ik nog steeds het gevoel heb, maar eigenlijk zou ik het wel moeten, zou ik het wel willen, maar het mag nou helemaal niet. Voel ik me dan wel echt vrij of voel ik me juist dan onderdrukt? Maar als ik ervan overtuigd ben dat die regels van wat juist zou moeten en datgene wat niet mag. En ik weet dat die regels, dit is zijn beperking, dat zijn beperkingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat God dat voor mij zo heeft weggelegd. Dus het zijn goede beperkingen. Het zijn beperkingen ook in mijn en in ons belang. Dan heb ik het, dus die overtuiging, dan gaat dat samen. Dus dat minder sociale druk en dus inderdaad innerlijke vrijheid met zich meebrengt. Dat is één punt. Verder, als het gaat over gewoon ons leven. We leven in een hele materialistische wereld. En heel ontzettend veel is een vanzelfsprekendheid. Ja, dat hoort gewoon bij ons leven. En dit is hoe het is. Maar de juiste balans kunnen leggen van wat heb ik nodig? Of wat heb ik aan het materiële omdat ik het ook feitelijk nodig heb om een goed leven te kunnen leiden, om te kunnen geven wat mijn kinderen nodig hebben, wat ik zelf nodig heb, noem maar op. En wat is pure luxe of nog veel meer dan dat, als ik de juiste balans weet te leggen. En vanuit de Torah kan zien, waar liggen mijn prioriteiten? En als dan krijgen we een hele andere balans dan als ik de Torah niet heb. Dus als ik de Torah heb, dan is dat materiële wat ik nodig heb. Tuurlijk heb ik dat nodig, maar het is niet wat mijn leven bepaalt. Als ik geen Torah heb, dan gaat het materiële een veel grotere rol spelen. Een grotere, opnieuw, sociale druk of voor mezelf wat belangrijk. Dus daar komt al meer vrijheid tussen aanhalingstekens, juist met Torah. Maar neem dat een stapje verder en als dat dan wegvalt. En als ik dan onverhoopt minder heb. En als dat materiële wat ik heb opgebouwd. Een onderdeel van mijn leven is geworden. En dat plots er niet meer is of veel minder is. Als dat eigenlijk mijn hele leven is. Wat heb ik dan nog? Maar als dat een belangrijke is om te kunnen leven. Maar niet wat mijn leven bepaalt. Niet waar ik voor leef. Dan al is het, kan het heel moeilijk zijn als iemand veel minder heeft en er valt heel ver weg. Maar dat is niet wat mijn betekenis in mijn leven bepaalt. Dus ook dat, dan brengt Torah rust, vrijheid in die situatie. Dan kan ik het ook makkelijker, hoe moeilijk het soms ook is, accepteren dat er heel veel is weggevallen. Omdat dat materiële niet is wat mijn leven bepaalt. Hoe moeilijk het ook dan, in welke situatie men dan ook misschien terechtkomt, maar het accepteren is niet makkelijk. Maar vanuit die overtuiging, het vertrouwen en de emuna en geloof in God, dat vanuit de Torah krijgen en, dus en hoe ik het betekenis van het leven zie en de prioriteiten, kan de mens in hele moeilijke situaties het makkelijker accepteren. Of zelfs soms zien als de bedoeling. Zoals mensen ook prachtige verhalen. Hoe juist vanuit moeilijke situaties dan het leven hebben. Nog meer betekenis hebben gegeven. Er staat geschreven dat toen Moshe van de berg Sinai kwam met de Lugot. Met de stenen tafelen. Waar we het dus nu over hebben. Garut, Gerut. Ingegraveerd. Vrijheid. Dat toen hij het Joodse volk zag. De zonde van het gouden kalf daaromheen hadden gemaakt. En ze dansen daaromheen. Moshe
lieten, gooiden de stenen tafelen neer, via Shaberotam Tagatahazen, broken daar, brak het daar onderaan de berg. Staat geschreven in de Midrash, dat toen dat gebeurde, de woorden, de tekst, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha, dus al die woorden van de 10 geboden, die zag men omhoog vliegen. En de stenen, daar waren op, dus geen woorden meer. Dus er werd op, dus die woorden van de 10 geboden, die waren dus ingegeven, werd één geheel van met het steen, met de stenen tafelen. Op het moment dat het Joods volk had gezondigd, dus eigenlijk afstand had genomen, verdwenen die woorden. Toen Moshe met de stenen tafelen naar beneden kwam, dat was loodzwaar. De steen is is heel zwaar. Niet loodzwaar, maar steen is heel zwaar. Maar staat geschreven in de Midrash dat het licht was. Ja. Op het moment dat die woorden naar boven gingen, werd het heel zwaar. Moshe kon het niet eens meer vasthouden en wierp het omlaag. Dat wil dus zeggen dat wanneer de woorden van de stenen tafels, dus de woorden van God in het steen, dus als we dat zien als één geheel, het spirituele en het materiële, dat dat een onder, hoe dat samen moet gaan met Torah, dan ook het aardse, het fysieke, het steen, was licht. Dus de zwaarteregels, de wet van zwaartekracht was er niet. Dus het verlichtte datgene wat normaal zwaar is. Maar op het moment dat dat gescheiden wordt, dus dat de Torah opzij wordt gezet, en dienen het gouden kalf tussen, alles niets meer met Torah, om het even zo uit te drukken. Werd ontheiligd. Werd dat, ja, gebruikt woord ontheiligd, maar ze hebben het punt niet wat we hier, maar het punt dat we hier willen maken is dat die woorden, dus dat de Torah het verlicht, vrijheid brengt, dat stopte op dat moment, omdat ze de Torah op dat moment niet accepteerden. En toen werd het steen inderdaad heel erg zwaar. Werd het aardse ging heel zwaar wegen. En dan, zoals we net hebben gezegd, op een verkeerde manier, dan als dat de prioriteit krijgt, en als we daarvoor leven, en als we het dan niet hebben, of te weinig, zoals naar ons gevoel te weinig hebben, wat heb ik dan in het leven? Maar als we dat één geheel maken met de woorden van Torah, dan datgene wat in het aardse heel zwaar weegt, zoals de Lugot, wat opeens het woog niet zwaar, het was licht. Nog een andere invalshoek, praktisch. Woorden, of feitelijk de woorden van de Lugot, van de stenen tafel, dat is door God gemaakt. Maar als wij iets in steen, letters, erin moeten gaan plaatsen, ingraveren, dat is fysiek heel moeilijk werk. Het is keihard. Je hebt er de juiste middelen voor nodig, het juiste gereedschap. En dan moet je dat steen eruit hakken. Hoe dat precies moet, dat laat ik aan de deskundigen over. Maar het is niet makkelijk om te doen. Letterlijk kan je dat dus noemen. Dus garoet is zwaar werk. Torah bestuderen is zwaar werk. De mitzvot uitoefenen, zeker als we het ervaren als een beperking, en praktisch is het ook vaak een beperking, dat is zwaar. Maar als we het nut ervan inzien, als we bereid zijn om het te doen, en als we eraan gaan beginnen en ons ervoor inzetten, dan het is misschien in de fysieke zin zwaar, maar het woord geroet, het woord licht, het woord brengt ons vrijheid, zoals we dus al eerder hebben toegelicht. Dus je kan zeggen, het is eerst zwaar en daarna wordt het licht. Je kan ook zeggen, het hangt ervan af hoe ik erin sta. Je kan zeggen, ook als ik Torah leer, ook als ik mitzvot uitoefen, ik kan kiezen, doe ik het als garoet, doe ik het als iets wat zwaar is, als het ware die letters die in die stenen
dat speciale werk om dat in te graveren, zodat je daar letters uit krijgt. Dus het is zwaar werk. Of ik kan ervoor kiezen dat het mij vrijheid brengt, dus dat het licht werk is. Heel eenvoudig. Shabbat, neem een voorbeeld. Moet ik weer die telefoon wegleggen? Ik kan weer niet naar mijn favoriete televisieprogramma kijken. Ik kijk geen televisie, maar voor degene die televisie kijken. Ik kan weer niet gezellig in de auto naar de winkel om leuke inkopen inkopen te gaan doen. Ik kan weer niet naar een voetbalwedstrijd van Ajax gaan. We hebben hier een Ajax. Voor degene die via Zoom volgen, Ron is hier aanwezig. Hij is een Ajax clubmember. Dus clubkaart noem je dat? Dus dan is er weer een wedstrijd op Shabbat. Kan ik er weer niet naartoe? Kan ik het weer niet zien? Weet je, oké, dat zijn helemaal de regels. Ik ben Joods, ik heb de regels zijn. Er staan toe aan, ik geloof dat God ze aan mij gegeven heeft. Ik doe het niet. Maar ik doe het als heel zwaar. Of, ik zie Shabbat, geweldig. Wat een rustdag. Hoe geweldig is die telefoon gaat uit. Ik hoef helemaal niet na te denken of ik wel of niet naar het berichtje kijk. Want het bericht komt helemaal niet binnen. Want het komt helemaal niet in me op om naar het bericht te kijken. Ik hoef helemaal niet na te denken van wel of niet. Of hoef ik geen ruzie te maken met mijn vrouw welk televisieprogramma we gaan kijken. Nogmaals, ik kijk geen televisie, maar bij wijze van spreken. Ja? Want ik heb gewoon helemaal geen televisie. Oh, wat heerlijk, ik zit met de familie en de kinderen aan de maaltijd. Ik hoef helemaal niet na te denken over hoe moeilijk de zaken misschien zijn. Vaak is dat zo. Want Shabbat hoor ik me echt te focussen op andere dingen. Het is geweldig, ik zit in shul, ik daven, ik luister naar de hopelijk mooie toespraak, inspirerende toespraak van de rabbijn. Ja, dames en heren, ik wil graag een applausje. Ik raak geïnspireerd hopen. En een mooie Shabbos maaltijd. Misschien neem ik nog wat gasten mee ook. En dan kijken we, ik had afgelopen uitgaande Shabbat bij de Havdala. Dan hadden we het er even over met een aantal van degenen die bij ons thuis aanwezig zijn. Dan begint de week weer inderdaad. Maar was het niet een geweldig 25 uur van rust? Rust, samen zijn met de familie. Extra tijd om te leren. Mag ik het vragen? In Sjoel, ogenblikje. Voordat de vraag komt, want misschien is dat de vraag die gaat komen. Begrijpt u mij niet verkeerd? Het kan best zo zijn dat voor sommigen de uitdaging een hele grote is. Als iemand het financieel heel erg moeilijk heeft. En niet aan een baan kan komen omdat dat in conflict komt met Shabbat. Dan is het voorbeeld hoe ik het nu heb gebracht. Die gaat dan inderdaad niet op. Dan is het inderdaad een uitdaging. Dus in dat opzicht ervaart men dat op dat moment. En men kan zeggen dan terecht het kan ervaren worden als heel zwaar. Dus begrijpt u mij niet verkeerd. Mijn werk maakt dat natuurlijk heel erg makkelijk als rabbijn. Dat ik daar niet in onderhandeling hoef met mijn bestuur. Maar voor sommigen is die uitdaging inderdaad kan een grotere uitdaging zijn. Desalniettemin, als we het nemen over het algemeen. Los van de uitdaging voor sommigen. Maar toch, het punt is, we kunnen kijken naar een mitzwa als een last. Of we kunnen het zien als, het brengt ons vrijheid. Het brengt ons zoiets moois. Het brengt ons het verlicht, als het ware, ons leven. Neem een voorbeeld van het geven van tzedaka. Nou, 10% is verplicht om maaser te geven. Velen geven een vijfde, 20%. Maar dan is er nog wat incidenteel, of wanneer er specifiek iets nodig is, al heb ik de 10% of 20% al opgemaakt. Ik kan het zien als een last. Maar ik kan het ook zien en ervaren, als ik echt geloof in hoe de Torah dat ziet, dat datgene wat Hashem, wat God mij geschonken heeft, ik zal uiteindelijk niet meer krijgen dan voor mij bepaald is, en ook niet minder dan voor mij bepaald is, hoeveel ik me er ook voor inzet. Ik moet me ervoor inzetten, anders is datgene wat voor mij bepaald is, komt ook niet op mijn kant op. Maar dat te zien als een deel is gegeven om dat te delen met anderen. Als ik dat zo ervaar, ik was gisteren zat ik met mijn zoontje in de auto. En die was naar een programma te kijken in. Er was een concert in Amerika.
een paar weken geleden, waar geld ingezameld werd voor een Joodse grote organisatie voor kinderen die ontzettend veel programma's doen. Tegenwoordig heb je heel veel van de programma's en dan hoe noem je dat ook alweer, dat crowdfunding en noem maar op. En nou, ze was aan het kijken en dan werd er een beetje gezongen, toen werd er een update gegeven hoeveel geld er binnengekomen was. Had één iemand had 75.000 gulden gegeven. Sorry, niet gulden. Ja, dollars gegeven. En ik vond het heel belangrijk om tegen nog te zeggen, is dat niet geweldig en niet prachtig? Toch zo mooi, tegen mijn zoontje Smoelie moet ik zeggen, was dat. Ja, prachtig, mensen, en zo zien wij dat. Ja, zo ziet het Jodendom met Jiddisch kijken. Wat ik krijg, wat ik verdien. Een deel daarvan is om dat met anderen te delen. Dat is niet van mezelf. Ik vond het belangrijk om dat te zeggen, want niet iedere keer wanneer wij giften doen, door mijn vrouw en ik, vaak krijgen we van vrienden of van kennissen of van anderen, en dan probeer je altijd wat bij te dragen. Kinderen zien het niet altijd, vaak is het 's avonds laat wanneer je even op de computer gaat om dat te doen. Maar ik vond dat belangrijk, omdat hij dat ook zo ziet en weet, en natuurlijk niet de eerste keer dat hij dat hoort, dat geven is niet een last. Geven kunnen we zien als iets prachtig, als iets moois, als ik het heb dat ik het kan delen met de ander. Is het geweldig om het te delen met een ander? Ik kan het ervaren als garoet. Nou, ik heb die verplichting, ik kan er niet onderuit. De Torah zegt dat ik minimaal zelf van moet geven. Nou ja, dan doe ik dat. Maar ja, het is wel heel zwaar om het te doen. Of geroet, vrijheid, met plezier. Nou, er was een vraag van ons Zoom-publiek. Wie wilde een vraag stellen? Nou, meer van, ik zoek even naar de bril. Hè. Je zegt wel eens eerder van, dan moet je de Torah-bril opzetten. Maar het lijkt me geweldig om op Shabbat echt de rust te pakken enzovoort. Maar en met elkaar te eten en de tijd te hebben en niet achter de rommel aan te gaan. Maar bij ons zou dan echt de keuken ontploft zijn. En het huis een puinhoop. En dan denk ik van, er komt een enorme berg werk de rest van de week op je af. En loop je achter de feiten aan. Voor mij komt het heel benauwend over als ik een hele dag niets zou moeten doen. Dan loop ik achter. En dat, dus, dat is zeg maar dat is dus, denk ideaal, heerlijk. Maar de gevolgen ervan zijn, is zo'n berg werk dat ik daar liever niet aan ga, zeg maar. Ja, dus dat, ja. Dat is een beetje het beeld wat bij mij opkomt. Maar Petra, ja, allereerst, natuurlijk is het zo dat niet van één dag, van één dag naar de volgende dag, iemand dat zo gaat ervaren. Als iemand al tientallen jaren in het leven staat, op één manier heeft geleefd. Het leven heeft ingericht. En dan komt opeens de Shabbat. Eén dag in de week, één dag van de zeven, moeten we opeens helemaal uitschakelen. Ja, dan is dat dan inderdaad, zoals je zegt, dan kan dat heel erg benauwend zijn. Maar het is een proces om daar naartoe te leven, om op een gegeven moment dat wel zo te kunnen indelen. En dat gaat niet op in één dag. Maar de mensen die... ik heb natuurlijk in de loop der jaren heel veel mensen daarin zien groeien. En ik heb al die mensen die daarin zijn gegroeid, alleen maar ervaren als dat een groeiproces was, een positief groeiproces. En dat kan ook niet van één dag naar de andere dag. Dat is een proces. En feitelijk kan je natuurlijk zien voorbeelden van mensen die daarin slagen en die niet dat niet benauwend voelen en die niet een berg aan ik weet niet wat hebben staan. Ja, bij ons, dan zijn we meestal slagen er wel. En ja, één uurtje na Shabbat is toch wel alles, weer opgeruimd. Nou, 60 minuten denk ik dat we er wel voor doen. Dan, deze rabbijn die deze shiur geeft, die... al zeg ik dat misschien zo onbescheiden, maar ik ben thuis actief in het helpen. Dan weet ik dat de feministen zeggen, dat zeg je verkeerd, want jij helpt niet. Help is al een verkeerd woord. Ja, maar goed, dus excuus voor dan de woordkeuze. Maar natuurlijk, dat doen we samen. Nou, heb ik het goed gezegd. En kan ik weer, voor iedereen heb ik het goed gezegd. En dan, ja, dat is een manier om te leren, om te plannen en om het te doen op een bepaalde manier. Dat... Ja, een uurtje later is alles op orde. Nou,
Bij Dwor Alea kan je tips krijgen hoe je dat kan doen wanneer je zover bent. Dus, maar goed, ik hoop dat ik met hiermee de vraag enigszins heb beantwoord. Ja, dankjewel. Oké. Kijk even naar de klok. Als we een iets filosofischere kant willen nemen over het geroet en geroet. Het sluit aan bij wat we eerder hebben gezegd, maar dat we iets anders toelichten. Is als je iets doet wat eigenlijk niet is wie je zelf bent, dan is dat geen vrijheid. Maar als je doet, je leeft op een wijze wat aansluit bij wie je zelf bent, wat je diep van binnen bent, dan brengt dat vrijheid. Nou, laten we een stapje nemen. Wat is vrijheid tussen aanhalingstekens? We hadden net Leo die hier zit, die heel actief is in de, hoe noem je dat ook alweer? Moestuinieren. Moestuinieren. Nou, wat is voor planten vrijheid? Volle grond. Ja, volle grond. Zonlicht. Zonlicht. Water. Voeding. Enzovoort. Heel mooi. Want op die manier komt de plant. Komt. En heel mooi. En groente bedoel ik. En fruit. En Leo zegt. En Tehillim. En psalmen uitspreken dat ze uiteindelijk zullen groeien. En, mooi, en een mooi product zullen worden. Dank. Heel mooi. Heel mooi. Goed. Dus. Want op die manier komt de plant of de groente of het fruit tot haar recht of tot datgene waar ze voor bestaat. Oké. Wat is, gaan we een stapje verder? Als we gaan van omlaag naar omhoog, als het gaat in dat, hoe dat in de onder andere de Kabbala en andere plaatsen wordt gebracht van domem tzomea chaime daber, dan kom je bij de nee, dan hebben we overgeslagen. Zo merk gijf. Komen we bij datgene wat leeft. Wat is vrijheid voor dieren? Als je dieren voeding geeft en zonlicht geeft, wat je net hebt genoemd, en voldoende aarde waar ze rustig kunnen liggen, is dat voldoende? Is dat vrijheid voor dieren? Ja, en eten die wel voldoende. Ja. De kat wil ook wel aandacht. Aandacht, maar is dat genoeg? Maar even, een plant staat op één plek. Groente is op één plek. Is dat voor dieren voldoende? Nee, dat is wel vrij. Vrijheid is ook, dat is verschil. Een plant of groente, dat is de tzomer, dat wat groeit. Vanuit de grond, vanuit de aarde, maar het is, staat op één plaats. Gai, datgene wat leeft in de vorm van beweging. Dus vrijheid voor een dier is meer dan alleen de voeding en het zonlicht. Misschien sommige dieren het omgekeerde, geen zonlicht nodig, wat ook mogen zijn. Maar het moet ook ruimte hebben, het moet kunnen bewegen. Dat is het verschil. Dan gaan we een stapje hoger naar de mens. De mens wordt genoemd medaber. We kunnen spreken. En we doen niet alleen spreken in dat woorden, maar ook over datgene wat we denken, wat we nadenken. Of datgene wat we denken, waar we de eerste shiur uitgebreid hebben stilgestaan. Wat is unieke? Dat is de neshama, de ziel die aan de mens gegeven heeft. Dat geeft ons de mogelijkheid om te spreken. Maar dus die hersenen die we gekregen hebben, waardoor we kunnen nadenken, die de mogelijkheid geven om te spreken, hoe gebruiken we dat? Waar is dat voorgegeven, samen met de neshama, om dat te doen op een wijze, de Torah-gedachte. Datgene wat de Torah ons geeft om over na te denken. Datgene wat de Torah ons geeft om vanuit nadenken te vertalen naar de praktijk. Als wij dat doen, dan dat geeft de mens, dat unieke van de mens. Dat de Torah kunnen bestuderen en vertalen naar woorden, vertalen naar daden. Dat is het unieke van de mens. Misschien wat filosofisch, maar dat is dus de vrijheid van de mens. Neem een dier die opgesloten is in een hok, heeft dat dier geen vrijheid. Als groente of fruit of bloemen geen zonlicht krijgen, of geen het aarde niet voldoende aarde, of geen water, of geen voeding, noem maar op, heeft dat geen vrijheid. Als de mens niet leeft naar dat unieke, waar het zich onderscheidt, die woorden van Torah, de neshama, die ziel die ons de mogelijkheid geeft om te denken en te spreken, dan zijn we in strijd met wat ons uniek maakt. Dus als we dat niet gebruiken, dan is dat het omgekeerde van vrijheid.
Schat het altijd verkeerd in. Hoe lang het gaat duren. Nou, een enkel keertje bereid ik voor. Dan is het net iets te weinig. Maar meestal, voor de zekerheid, schat ik het op zo'n manier in. Dat we voldoende, maar ik zie toch dat we het niet helemaal gaan afmaken vanavond. Dus we gaan het toch tot na Pesach uitstellen. Dus het laatste deel, deel 3 van de Mishnah, dat kunnen we dan ook gewoon behandelen na Pesach als een losstaand onderdeel. Torah verheft de mens. En dan die speciale zin die werd gebruikt. Mimit bar matanam en matana nachaliel nachaliel bamot. Ik ga dat apart bewaren voor de volgende shiur. Dat wordt na Pesach. Want het zou zonde zijn als we dat gaan afraffelen. Nou zie ik dat ik de hele shiur, de screenshot heb gedeeld. Dat is, volgende keer mogen jullie even roepen hoor. Want dan kijk je volgens mij maar naar een klein schermpje misschien. Was handiger geweest om naar het hele scherm te kijken. Maar oké, we gaan de shiur niet herhalen. Bij deze gaan we afsluiten. En dan gaan we openen voor de vragen en antwoorden voor zover die er zijn.